controlerende middenvelder. Dit doet hij niet handig. Levert de bal in bij Leonardo. Richters, Leonardo nu al met de kans. En met het doelpunt. Het is al 1-0 voor NAC door de fout van Bosgaard. En het doelpunt van de Braziliaan. Het is 2-0 en het is Edwin de Graaf die scoort tegen de ploeg waar hij vorig jaar nog onder contract stond. En de wedstrijd lijkt te beslissen. Hij zit erin via Bukari. Penders, en oh, wat een fout van Jansen. En de gelijkmaker van NAC in blessuretijd. Wat een gigantische blunder van de doelman.